Hallo jongens en meisjes, en welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer hebben we deze paardjes getemd en dan onze dirtstal gezet. Wow! En vandaag ga ik voorbereidingen treffen omdat ik een heel groot feestje wil geven op een nieuw dirteiland. Niks kanaal zei, maak alsjeblieft een feesttent. En maak ik hier een video? Je bent de beste! Wow, dat is vet. Gaan jullie met me mee? Hey, kijk, daar is mijn mooie Eiffeltoren. Doei hotel en doei Noob restaurantje. Dan gaan we door naar ons stationnetje wat we snel hebben gemaakt vorige keer. Wow, dan weet ik gelijk waar mijn trein is onder de grond. Redden! Hey karretje, erin. Tjoeke 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 toet toet. Oh, we zitten in de trein en we komen nou de grot uit. Dat vind ik wel vet zo gedaan. Nog steeds het water. Hallo. Wow, kijk deze wereld. En nu we in de trein zitten, wil ik deze mensen bedanken voor het abonneren. En wil je in de volgende video ook een shout-out? Dan moet je even zeker abonneren. En misschien zit jij wel in de volgende video. Toet toet toet. Treintje. Kijk, daar is mijn dirtboot. En mijn dirteiland. Die komt zo uit de mist. Wow, we zijn er bijna. Tjo, stop. En de trein uit. Nee, daar gaat mijn karretje. Nou, die laten we gewoon staan. Hopelijk pakt niemand de karretje, hoor. Oh, dan zijn we weer thuis. Hallo, schapjes. Hallo. Hey, Noob, Noob. Hey, hallo. Hey, Gielke. Yo. Hey, ben jij op mijn dirteiland? Wat leuk. Hey, ik ben er weer. Ik dacht, ik kom weer gezellig even langs. Ik ga even kijken hoe dat met jou gaat. Wow. Oh, wat heb je hier allemaal gebouwd? Ja, is dat een boot? Dit is mijn boot. Is dit een dirtboot? Dit is een dirtboot. De enige echte dirtboot. Hij ziet er wel mooi uit. Ja, toch? Kijk, daar kan je ook bovenop. Maar ik wist niet hoe ik een stuur moest maken. Dus heb je gewoon een dirtblokje om mee te varen. Oké. Dat is nice. En kijk, nu hebben we een boot op een boot. Wow. Wat dacht je daarvan? Kom er gezellig bij. Een dubbele boot. Yay. Dubbele boot. Yay. Maar... Noob, wat ga jij eigenlijk vandaag doen vandaag? Heb je al plannen? Want het wordt bijna nacht en ja. Ja, wat ik altijd heel leuk vind is feestjes. En toen dacht ik, oh, is het misschien wel leuk om hier ergens een feestje te geven. Een feestje te geven hier? Een feestje te geven. Dan gaan we gewoon een dirtfeestje eiland maken hiernaast. Waar we dan een dirtfeest eiland? Ja, dan maken we gewoon hier ergens achter het, een hele podium. En dan kunnen we misschien wel heel vette muziek maken en draaien. Ha, dat is leuk. Dat zou wel heel erg vet zijn, ja. En ik vind het wel leuk dat jij op bezoek bent. Want volgens mij kan jij dat heel goed met mij maken. Ja, ja. Jij oh, nee, zombie met ding hieronder ergens. Ik kreeg bijna zo'n trident tegen me. Wow, oh, hij, zit hier, hij zit hieronder. Waar zit hij? Oh, hij zit hieronder. Onder mijn boot. Oké, ik ga hem pakken. Auw! Ja, ja, ik heb hem alweer bijna. Hoppakee. Oh, geen paniek, Noob. Geen dat paniek. Is wel fijn dat jij er bent, want dan ben ik veel minder bang. Goed zo. Maar waar wil je het eiland maken dan? Wil je hem hier maken of daar? Of zullen heb je ooit in gedachten? Zullen we een kleine... dat is een hele goede vraag. Zullen we dat je een klein stukje moet lopen of zo? Dat je een ontdekkingsreis of zo... Hierachter. Oh, dat je hem niet gelijk ziet. Een... Ja, 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 ja. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. En waar dacht je dat dan? Hier zo? Ja, dan gaan we even kijken. Misschien hierachter. Want daar kom je niet snel, denk ik. Ja, het is inderdaad wel goed dat er geen geluidsoverlast is naar jouw huis toe. Want misschien geven wij een keer een feestje en wil jij gewoon slapen. Zo, dat kan natuurlijk. Ja, zo hierachter of zo. Achter mijn dirteiland. Ik kom er wel even aan. Oh, daar zo. Oh, dat is een goede plek. Dat is een goede plek. En dan kunnen we hier, dan moeten ze met de boot of zo erin. En dan zien ze hem niet. En dan gaan ze hier, door het hokje. En dan is het in één keer een heel mooi dirteiland. Oh, zullen we hier dan een soort van een aanlegstijger maken? Hier zo, waar ik aan het bouwen ben. Dan kom je hier zo door met de boot. Ja. En dan hebben we hier een mooie aanlegstijger. Kijk, dan kom je hier doorheen. Dan kun je hier je bootje neerleggen. Ja. Dan houden we hier gewoon een stukje open water en dan maken we hier gewoon het hele platform of zo. Ja. Is dat vet? Dat vind ik wel vet. Oké, oké. Nou, ik ben al lekker bezig hoor. Wauw. Ga ik met je mee? Ah, oh, een zombie in de water. Ik sla alweer met... een zombie in de water. Ik sla met de dirt. Oh, nee. Even kijken. Oh, oh. Ik ben dit snel even aan het afbouwen, Noob. Jij bent natuurlijk ondertussen al super goed geworden in Minecraft. Dus jij kan die zombie 100% van killen, toch? Ik heb een zwaard. Bam, bam. Oh, ik sla met een boog. Dat is niet heel handig. Bam, bam, bam. Hoppakee, hij is neer. Geen zorgen, hij is dood. Je hebt geen last meer van hem. Gaan we dan hier zo doorbouwen? Ja, ik denk dat we gewoon hier dan het hele eiland aan maken, ja, toch? Zo ja, een beetje? Ja, dat vind ik wel heel vet als we dat doen. Oké, nou dan gaan we... Ik help je gewoon mee. Ik heb nog nooit zoveel met dirt gebouwd, hoor. Ik heb natuurlijk laatst het huisje bij jou gemaakt van dirt. Oh ja, dat vind ik altijd wel mooi.
En, ja, dat weet ik. En niet met ducht gebouwd, maar ducht is er heel veel, dus dan kan je heel veel bouwen. Ja, dat klopt. En je hoeft er in principe maar weinig moeite voor te doen natuurlijk. Ja, dus daarom hou ik zoveel van ducht. Oh, nou, ik vind het wel leuk dat je zo'n grote liefde voor ducht hebt. Ja, wow, jij kan dat ook al heel goed bouwen. Ja, zeker weten. Oha. En weet jij ook hoe ik vuurwerk moet maken? Want dat vuurwerk? Ja, dat lijkt me wel vet als we dat kunnen doen. Een vuurwerkshow op het einde van het feestje. Weet je wat? Ik kan anders wel even naar Paarstad gaan. Ik heb daar wel al de ingrediënten liggen voor wat mooi vuurwerk. Oh ja, dat is goed. Zou ik even gaan dan? Dan laat ik jou wel even hier achter en dan kom ik zo terug. En dan heb jij het hele platform af, oké? Ja, doe ik hier een platform maken. Oké, doei. Ja, tot zo. Wauw, dat is wel leuk dat Gil dat doet. Want ik vind het wel vet om een vuurwerkshow te hebben. Oh, ik denk dat ze wel onder de indruk zullen zijn van mijn feestje. We gaan vieren, want wat Giel en ik nog niet weten is, ik heb een liedje gemaakt. En het lijkt me superleuk om hun die te laten horen. Daarom hebben we een heel mooi feestje. En eerst een feestje voor mijn liedje. Ja, dat vind ik vet. Kijk, nou is het platform al best wel groot. Ik maak hem nog een beetje groter. Dan ga ik een podium maken of zo, zodat ik misschien wel kan optreden met lichtjes. En dan hebben we ook dadelijk een backstage. Kijk, hier komt het podium. Hey Noob, kijk hallo. Eens, ik heb een podium gemaakt met de letter N van Noob. Oh, van Noob. Ik dacht, dat is wel vet. Oké, zal ik hier dan... Oh, wacht, ik heb een goed idee. Je mag even niet spieken hier, ja? Want dit wordt echt heel erg vet, maar je mag niet kijken. Dit wordt mijn projectje, ja? Wow, ik ga een vuurwerkshow maken. Dan ga ik niet kijken. Ik wou wel van verrassingen. Je mag even niet achter de N kijken, ja? Want het lijkt me vet om daar achter de vuurwerkshow te doen. Dat mag. Oh, dit wordt zo vet. Het wordt ook een helemaal automatisch systeem die je dadelijk met een lever kan aanzetten. Ja, oké, dat vind ik wel tof. Ik vind het ook echt een vet podium geworden zo. Of niet dan? Ik vind het ook echt mooi worden. Noob, we moeten hier even iets van een DJ-tafel maken, ja? Ja. Ah, kijk, dit is de dansvloer. Oh, dan moet dan hier nog even eentje langer zo. Er is hier nog een klein podium. Kijk eens even. En nee, hij is niet helemaal symmetrisch. Zo, en dan moet er hier nog eentje aan. En ja, dit is goed zo, als het goed is. Maar dan moet dit podium ook nog even wat langer. Ja, kijk, zo is hij helemaal mooi. Zo is hij wel vet. En dan komt hier zo dadelijk de knop voor de vuurwerkshow. Oh, ik mag niet kijken daar. Ja, oké. Noob, je mag nog niet spieken hoor. Nee, dat mag nog niet. Wauw. Maar ik wil eigenlijk ook wel weten hoe je dat doet. Want ik moet daar wel leren hoe ik er dingen aanzet, zeg maar. Ja, dat weet ik, maar het is echt bijna klaar, Noob. Wacht, ik kan je wel alvast even een vuurwerkje geven. Hier, alsjeblieft. Gewoon, nee, doe maar gewoon rechtermuisknop. Zet maar neer zo. Hoppakee, wow! Kijk in de lucht. Dat is bam! Vet! Hoppakee. Ik heb alle kleuren erin gedaan van ons. Ja. Geel, paars en blauw. Wow! Hier, kijk. Bam! Hoppakee, maar het wordt dadelijk nog veel vetter. Maar daarvoor heb je wel even een klein beetje geduld nodig. Want dit gaat zo dit vet wordt echt worden, een vet optreden. Je hebt nog geen idee. Dat weet ik zeker. Echt wel. Misschien kunnen we wel beter even wachten tot het nacht is voordat we hem uittesten. Want, ja, dat lijkt me wel vet. Ja, dan zie je het allemaal nog beter, denk ik. Even wachten tot het nacht wordt. Ja, goed idee. Zo, ja, nu is het weer helemaal goed nacht is het nou. Dat is wel leuk. Ja, toch? Noob, jij moet even vertellen of dat het er vet uitziet vanaf hier, ja? Dan ga ik je zo uitleggen hoe dat het werkt. Als jij eventjes hier zo gaat staan, net aan het doen met of dat je lekker aan het dansen bent op het feest. Ja, wee! Dansen, dan, muziek. Jij... Wow! Kijk, daar gaat hij. Bam! Wow! Hoppakee! Oh, kijk dan hoeveel dat tegelijk was. Kijk, en doe de lever maar eens overhalen. Ja, dan wil ik ook wel eens zien hoe dat eruit ziet. Wow! Hoppakee, hoeveel vuurwerkjes zitten er in? Volgens mij 6 of zo. Of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 stuks. Het is eigenlijk ook niet normaal. Maar ik zat te denken, ik kan hem ook nog eigenlijk wel een stukje groter maken. Want kijk, mag als ik kijken? Hier nog even deze dingen plaats op deze manier. Ah. Ja, ja, je mag nu wel kijken. Wow! Kijk, als dat ik ze is zo een even raar plaats, mechanisme. Dan, ja, dat is een gek mechanisme, hè. Kijk, dan zet ik dit even allemaal neer zo. Hoppakee. En dan kan ik deze nog even aansluiten. Kijk, dan werken die ook allemaal. Dan moet ik nog even overal wat vuurwerk in doen natuurlijk ook. Eens even kijken, waar zit er al één in? Oké, hier. Nou, dan doe ik hier nog allemaal even wat mooi vuurwerk in. Hoppakee.
Je hebt wel echt mijn hele buskruidvoorraad hier, hoor. Want ik had heel veel buskruid nodig om het vuurwerk te maken, natuurlijk. Oh, maar jij bent ook wel echt aardig voor mij. Dat vind ik wel leuk. Daarom ben ik jou ook heel dankbaar. Nou, dankjewel, dankjewel. Maakt niet uit. Ik doe dat graag, hè, Noob. Ik doe dat graag. Ja, en weet je wat het mooiste is? Als dadelijk echt het feestje is, dan hebben we een heel groot succes gemaakt. En daar ben jij ook mee geholpen. Nou, 100%. Maar haal die lever eens over, Noob. Ik ben super benieuwd wat je er nu van vindt, want dit wordt echt vet. Haal hem maar eens over. Ik weet niet hoe. Je moet de rechtermuisje nog op de lever drukken. Ja, kijk, wow, daar gaan ze. Wow, oh, dat is vet. Wow, dit noobfeest. Ja, dit wordt een heel erg vet noobfeest. Maar je moet het niet te vaak doen, want volgens mij kun je dit nu nog maar 30 keer doen en dan is 30 het vuurwerk. 30 keer? Ja, dat is wel vaak, hè. Maar kijk, je kan bijvoorbeeld ook gewoon dit doen. Ga eens daar staan, dan geef ik jou even echt een hele zieke vuurwerkshow. Oké, daar komt hij, hoor. Bam. Wow. Hoppakee. Kijk dan. Oh, wauw, ik heb er echt zin in het feestje. Ja, ik ook. Ik heb er nu ook echt zin in, ja. Right. Wow, dit ziet er wel echt uit als een goed festivalterrein hebben we al gemaakt. Van tucht. Ja, echt wel. Maar misschien moeten we nog wel iets van een bar hebben of zo. Of wat dan ook. Kunnen we die niet aan de zijkant maken? Ja, moet hier een voor te drinken pinken. Voor te drinken pinken. Dan maak ik de vuurwerkshow nog wel even een stukje groter, ja? Hier ken de barretje. Hier is het barretje. En doen we aan de andere kant ook nog een barretje. Ter. Oké, dat ziet er wel vet uit, de barren zo daarnaast. Ha, wow, je hebt echt veel vuurwerkjes hier neergezet. Veel meer nieuwe. Ja, ik heb ze zeker weer gevuld. Mag ik dat een keer kijken van zelf als hier als gast zijn? Ja, wacht. Anders ga daar zo op die muur staan hier zo. Ja. Wacht, ik bouw anders wel even een mooi trappetje voor je. Ja. Kijk, dan kun je erop. Der trap, mooi. En nu denk ik dat het echt heel mooi gaat worden. Ik ga ook meteen... Wow! Kijken. Wow, allemaal verschillende kleuren. Wow. Kijk, dan sta je hier zo lekker te DJ'en zo, weet je wel. Hey, mensen, lekker dansen. Wow. Hey, let's go. Wow. Dat is wel echt heel vet gedaan, Giel. Dankjewel. Hier, mag jij dit? Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat mag jij. Dankjewel, man. Dankjewel. Ik vind het echt heel stoer van jou. Noob, ik zie de uitnodiging wel verschijnen. Ja. Ik ga er vandoor. Ja. Veel plezier nog. Ik weet niet wat je nog gaat doen, maar ik kom snel weer terug, ja? Yes, let's go. Dat is wel vet dat Giel mij geholpen heeft met het feesteilandje maken hier. Laten we dit wel even nog verbergen, zodat je eigenlijk het vuurwerk niet ziet. Want dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. En dan zie je vanaf het podium zie je het vuurwerk niet. Kijk, nou kan je hier wel het vuurwerk zien zo. Met zoveel vuurwerk heeft hij gemaakt. Maar ik heb eigenlijk een idee. Nu heeft Giel mij laten zien hoe ik iets moet aansteken vanaf een afstand. En nou heb ik een idee. Nou ga ik ze na het feest, als het feestje klaar is, ga ik ze pranken. En dan ga ik ze opblazen. Met TNT. Oh, dat heeft Giel ook niet door. Oh, dat vind ik wel spannend. Want Nick heeft mij ook een keer opgeblazen. En toen dacht ik, dat vinden ze blijkbaar heel grappig. Dus dat ga ik ook doen. Hoe maak ik TNT? Want dan heb ik denk ik veel nodig. TNT. Oh, kijk. Heb ik zand voor nodig? En gunpowder. Volgens mij heb ik er best wel veel. Kijk, hier heb ik al 2 gunpowder. En hier ook nog meer gunpowder. Kijk, hier heb ik heel veel gunpowder. Oh, daar kunnen we heel veel TNT van maken. En volgens mij had ik al 1 TNT gevonden. En die ligt in mijn kluisje. Die ga ik al sowieso pakken. Hier ligt TNT. Yes. Wow. Dat kunnen we goed maken. Even kijken. Kunnen we ook gunpowder maken? Oh, dat kan niet. Dat moeten we denk ik van de creepers moeten we dat halen. Nou, als we niet genoeg hebben, dan gaan we nog wel meer creepers vinden. Maar ik vind het wel een goed idee. We gaan het eerst uitproberen hoe de TNT wel werkt. Oh, dan moet ik natuurlijk ook deze meenemen. Want met die kan ik dat volgens mij dat doen. Dat rode padje maken. Kijk. Haha, het werkt. Oeh, en een hendeltje moet ik maken. Hoe heeft Giel dat gedaan? Dan ga ik van hem afkijken. En dan ga ik kijken of het lukt. Kijk, hij heeft hier gewoon een hendeltje gemaakt met de redstone. En daarmee gaan we dat doen. Dat wordt echt een knalfeest. Oeh, laten we dat doen. Een hendeltje maken. Ik weet niet hoe dat moet, maar dat staat hier vast wel bij. Oh, gewoon een stokje en hout. Dan gaan we eens even proberen buiten onze turtmuren hier. Even kijken of het werkt. Oh, ik vind het wel spannend om te kijken of dat ook werkt zo. Niet de lever in de zee gooien. Kijk, doen we zo. En dan doen we hier die TNT. Zou dat werken? Oh, ik ben benieuwd. Wow. Oh, dit werkt. Yes. Oh, ik kan het opblazen. Die ga ik gebruiken. Kom maar. Die heb ik ook nodig. En dan ga ik ze pranken met een hele vette knalfuif. Dan gaan we eerst heel veel TNT maken. Kijk, die kan ik 6 maken. Wow. En als we nog meer gunpowder vinden, dan maken we misschien nog meer. Kijk, dan gaan we het hier onder water gaan we het helemaal goed doen. Zo. Kijk, als ze dan hier staan, dat wordt dan de dansvloer.
Wow, dat ging bijna af door onder water zwemmen hier. Dat scheelde weinig. Ik ben even levend aan het worden, want dat was wel spannend. Was ik bijna afgegaan hier. Oeh, oeh, kijk. Dit is al vet zo. Oeh, en dan doen we hier nog een speciale hendel. Die dan, waar zelfs Skill niet vanaf weet. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb hier een geheime gang gemaakt. Hier is de DJ-tafel. Wow, sta je dan? Boep, 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 boep. En hier is een geheime gang. Maar die gang ga ik nog dichtmaken. Maar dan, kijk, dan kan ik zo... Woehoehoe. En hier doe ik dan de TNT plaatsen. Maar ik denk dat we nog meer TNT moeten halen. Want als we meer TNT hebben, dan kunnen we dit helemaal vol plaatsen. En dan doen we daarna dirt eroverheen. Dan maak ik dit ook dicht. Dan hoef ik maar één dirtblokje weg te hangen. En dan kan ik het aanzetten. En dan boom! Wauw! Oh, daar zullen ze echt van staan te kijken dadelijk. Dat ik ze prank! Dat is echt gemeen, maar wel heel leuk. Ik heb er zin in. Maar daarvoor hebben we eerst gunpowder nodig. En dan moet het wel nacht zijn, want dan kan ik heel veel... Of wacht, snel in mijn hotel kijken of ik daar gunpowder heb. Wat ik kan gebruiken. Wacht, dan zijn we bij ons hotel in de Eiffeltoren. Lijkt wel een ruimteschip inderdaad. Oh, hallo paardjes. Nou, misschien hebben we hier nog wel. En anders moeten we creepers gaan zoeken. Een flint. Dat is het niet. Oh, geen gunpowder. Oh, hier hebben we één gunpowder. Dat is net te weinig, denk ik. Maar wel nog heel veel redstone. Nou, dan gaan we creepers slaan. Want daar krijg je gunpowder van. In plaats van te wachten of het nacht wordt, ben ik gewoon mijn grot ingegaan. Want hier zullen ook wel vast creepers. Kijk, daar zijn creepers. En zombies. Maar ik hoef alleen de creeper hebben. Maar de creeper moet ik slaan voordat hij ontploft. Want dan krijg ik zijn gunpowder. Dat kan me wel lukken. Kijk. Oeh, twee creepers. Oh, nee, hij is ontploft. Oh, de andere is ook ontploft. Oh, hij is ook ontploft. Ha, dat is niet handig. Nieuwe creepers zoeken. Wow, zombies. En een mini-zombie. Au. Oh, hij slaat mij best hard. Oh, wat is dat? Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is een rare blok. Nou, misschien kunnen we daar ook nog eens een keer wat mee doen. Oh, dan moet ik daar nog... Oh, daar is nog een botterman. Laat mij met rust. Ik moet daar opkomen. Laten we eerst een schildje pakken. Nee, creeper. Nee, niet ontploffen. Ik heb jou nodig. Oh. Oh. Zo, creeper. Kom maar. Oh, en nog een botterman. Nog steeds. Zo, de gunpowder die we nodig hebben. Oh, ik heb het hier niet dichtgemaakt. Maar dan hebben we alle gunpowder die we nodig hebben. Om TNT te maken. Daar kunnen we er heel veel van maken nou. Oh, dan kunnen we echt alles opblazen. Oh, en wat ik ook eigenlijk wil hebben is fakkels. Want met de fakkels kan ik heel dit eiland mooi maken. Ja, daar hebben we kool voor nodig. Oh ja, nu hebben we fakkels en de TNT. Dit wordt een knalfeestje. Dat weet ik wel. TNT heb ik nou heel veel. Zo, dan zetten we hier al die TNT's neer. Oh, we komen één TNT te weinig. Dan gaan we hier een gangetje maken van redstone. Want dat kan je doen om aan te steken. Nou, dan zetten we hier gewoon een levertje neer. Oh, dat wordt spannend. Als ik die doe, dan blaas ik dit allemaal op, hoop ik. En zo zie je er helemaal niet. Dit is een slim idee, hé. Kijk, nou is het gewoon een platform. Kijk, dan gaat het hierheen. Ah, en dan hoef ik alleen maar aan dit knopje te drukken. En dan is het feest. Oh, nee. Nee. Oh, het water doet het weg. Daarom lukt het inderdaad niet met het water. Het is goed dat ik dat allemaal zo heb gemaakt. Nog een keer. Kijk. Wauw, dan hoef ik alleen dit blokje weg te halen. En dan hoef ik daarna, kan ik het allemaal opblazen. En dan zeg ik dat hier, dat je hier een poolparty kan doen. Dit wordt het zwembad. En dan denken ze, dan zien ze niet dat ik onder iets zit. Kijk, dit is het zwembad. Dan kan je, woe. Ik moet nog wel één dirtje hebben. Dirt heb ik. En de fakkels moet ik ook nog plaatsen. Oh, die heb ik al zat, ja. Woe, poolparty. Dan gaan we hier ook allemaal fakkels neerzetten. Dan ziet het er heel vet uit dadelijk. Zo, kijk. Nou wordt het vet, hè? In de poolparty. En dan als ik hier, dan hoef ik alleen te zeggen... Jongens, ik heb nog één kleine verrassing. Doe maar pap. En dan zet ik hem aan. En dan weten ze niet wat ze overkomen. Dan zijn ze goed geprankt. En dan boom. Wow. En dan ga ik eerst op een podium staan. Want ik heb veel voorbereid voor ze. Dit mooie party-eiland. Wow. En dan heb ik een heel nieuw liedje voor ze voorbereid. En ik heb een hele grote vuurwerkshow. En een knalvijf. Wow. Dan mag jij ook op het feestje komen. Vinden jullie deze video nou leuk? Dan moeten jullie even zeker abonneren. En als jullie weten wat Mick en Giel aan het doen zijn. Klik dan op deze. Of op deze video. Tot de volgende keer. Doei.